Dit Rad van Fortuin in de Nijmeegse Burgstraat is neergezet door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Ja, we hebben natuurlijk echt publiekstrekker nodig. Wil je een beetje aandacht trekken in het feestgedruis hier in Nijmegen? En dat doen we inmiddels als Rad van Fortuin. Dus je kunt een slinger geven en dan kun je een mooie boerderijprijs winnen. Zo simpel is het. Ik heb er al vaker aan mogen slingeren. Leuk om te doen. Het is een beetje een trekker hier. Je slingert eraan en je kunt ook wat winnen. Een alternatieve manier van actie voeren dus, waarmee ze hopen in gesprek te komen met de feestvierders uit Nijmegen. Mevrouw, u hebt net een slinger aan het rad gegeven. Vindt u het een leuke actie van de boeren zo? Ja, nou zeker en ook belangrijk. Ik vind dat we de boeren best wel mogen steunen. Ja, want anders gaat het voedsel allemaal geïmporteerd worden uit het buitenland en daar schieten we helemaal niks mee op. Ik heb liever dat het uit Nederland komt. Dat de boeren vandaag in de binnenstad staan is geen toeval. Het gaat nog steeds over de stikstofplannen van de overheid. Maar na de protesten van afgelopen weken heeft de organisatie bewust gekozen voor een andere aanpak om de sympathie van mensen te behouden. Omdat we met de boeren protesten te maken hebben wij eigenlijk een sympathiek protest hebben op deze manier. Omdat we echt in gesprek willen komen tussen boeren en burgers. Burgers mogen ons gewoon alles vragen wat ze willen weten. En andersom zeg maar, wij proberen natuurlijk ook gesprek aan te knopen. Om te vertellen waar het eigenlijk over gaat, al die stikstofgedoe van tegenwoordig. En wat wij hier doen in de stad is gewoon heel simpel. Wij vertellen gewoon het verhaal zoals wij vinden, hoe wij er naar kijken. En dat moeten ze dan maar opnemen.